Het is nu het vierde jaar dat ik op aard ga zijn. Voornamelijk in eerste instantie omdat het een proper brandstof is. Omdat het rustig rijdt. Dus geen trillingen, veel minder lawaai. De motor draait zachter. Aangezien dat dit model een originele inbouw is vanuit de fabriek, ziet je van de flessen niks. Dus ze zitten allemaal onderaan het chassis. Het enige is dat de kofferruimte iets minder diep is omdat er één fles achteraan zit. Mijn vorig model was een firmawagen, dat was een Passat op CNG. Daar heb ik een 240.000 kilometer mee gereden. Dit model heb ik zelf gekozen. Daar ben ik wel voor naar Duitsland gemoeten, want in België waren ze niet verkrijgbaar. Ik heb het voornamelijk gekozen op basis van de duurzaamheid. Ik ben gaan kijken op gelijkaardige voertuigen in Duitsland die ook door taxibedrijven werden gebruikt. En die halen gemiddeld 500.000 kilometer. Dus ik veronderstel dat er niet te veel kosten zullen aan zijn. Want anders rijdt dit er niet zo lang mee, dus vandaar mijn keuze. Ik zou het ten stelligste aanraden aan anderen. Zeker als je wat kilometers maakt, is het ook nog eens voordeliger. En voor mensen die veel stadsverkeer hebben, ja, geen fijn stof. Dus het is alleen maar voordelig voor iedereen. Twijfelen, als we bekijken waar we nu staan met het milieu, dan denk ik dat we niet hard moeten twijfelen. Het blijft economisch ook interessanter dan diesel of benzine. En het comfort, de wagen maakt ook iets minder geluid dan zelfs dan een benzinewagen. En uiteraard minder dan een dieselwagen.